betrogen. Een hele goede middag, dames en heren. Vandaag zijn we afgereisd naar het Hoge Noorden. Nou ja, wat je hoog noemt. We zijn in Purmerend. En Purmerend heeft dit jaar een hele leuke kermis staan. De Infinity van Hoefnagelstaten namelijk. En die zie je niet zo vaak op Nederlandse bodem. Ik neem jullie mee over een rondje Purmerend. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. En wij beginnen de kermis met deze breakdance van Martin Meijer. Als je denkt, wat sta je ook? Nou ja, ik sta hier nu dus op een parkeergarage. En dan kunnen we mooi zo'n shot maken van de kermis. Kijk, daar zien jullie al de booster die staat, de Infinity. Chaos komt er bovenuit. Hiernaast staat de Whippy. En hier overigens, op best wel een aparte weggedrukte plek, staat nog een glijbaantje. Die gaat zo helemaal daar naar boven. Hij past wel heel erg mooi, maar ik vind hem behoorlijk weggedrukt. Maar goed, geniet hier nog een aantal beelden van de breakdance. Ook is mijn favoriete spel, namelijk de Monster Drop van de partij hier in Purmerend. Zoals daarboven gezegd, de Miami Trip. Een nieuwe zaak van Nederland, de Lost Escape Adventure. Wat het precies is, geen idee. De een zegt dat het een escape room is, de ander een soort funhouse-achtig iets. Ik zou het niet weten. Wat ik wel weet is dat hij nog niet 100% af is. Dus ik ga hem sowieso een keertje doen, maar dan als hij helemaal af is. Nog een echte Duitse snoepkraam. Het is overigens een mooi verzorgde kermis, mooi opgesteld. Ook is er een wc aanwezig en zal ongetwijfeld ergens ook wel een EHBO-post zijn. De Triller, Nederlands grootste spookhuis, is ook weer van de partij. Met daar tegenover een mooie Jumbo. Met daarachter een nog mooiere zaak. En dat is eigenlijk de zaak waarvoor dat wij hier komen. De Infinity. Is heel narrow. De Infinity is een 65 meter hoge looping carousel. En is van Hoek naar Rocheune. Veelal reizende in Duitsland. Alleen dit jaar heeft hij twee uitstapjes naar Nederland. Namelijk hier in Purmerend. En later het jaar komt hij ook nog in Os. Ja, dames en heren. Je raadt het al, attractie review, de Infinity. Deze kunnen we gewoon niet missen. Zo heel vaak komen we hem niet tegen. Ik zal hem dit jaar nog tegengekomen in Os en dan in Herne. Maar voor de rest ook niet. Dus we doen hem even lekker. Beugeltje zit dicht, vloer is naar beneden. We gaan los, jongens. We gaan plezier maken hier op de Infinity. We zitten al bijna bovenaan. We gaan echt rakelings langs de masten heen. Dat is wel een beetje tricky. Hij trekt lekker veel G-krachten. Er zit wel nagenoeg op de kop. Echt hangtime in die beugel.
is wel echt heel erg lekker hoor. Nou, daar zitten we op de kop en we hebben de overslag al. En dan moet je dadelijk opletten hoe ja, zo afgerend we worden. Kijk, zie je dat? Dan gaan we gelijk weer terug naar 120 graden en dan is het afremmen. Is los, maar verwacht er niet heel erg te veel van. Kijk, meer als dit is het niet. Ik weet niet hoe ver dat als deze rij en de andere rij leeg achter ons, of dat dan veel meer is, maar ja, het is nu niet echt een toevoeging aan de rit. Dus in principe, dat was het al. Ik bedoel, ik zit er nou 2,5 minuut in. Dan gaat het remmetje erop en is de rit een einde. Kom dan, we kunnen remmen. Nou ja, remmen vast, afremmen en dat was hem alweer, de Infinity. Ja, een kort ritje, de rit gaat één keer over de kop, daarna schommel een beetje. Het is niet heel erg heftig. Tuurlijk, het is wel echt heerlijk, die paar slagen dat hij vol gas gaat. Qua cijfer geef ik de rit een 7,5. Waarom? Hij gaat maar één keer over de kop, dat schommelen is, het is allemaal net niet. Het is echt een topmachine, hij is heerlijk soepel, hij gaat echt heel erg hard. Ik vind hem ontzettend gaaf, maar ja, het is allemaal net niet naar mijn mening. Tuurlijk, het is echt meesterlijk, de uitstraling, de hoogte, noem het maar op. De airtime die je krijgt in dit ding. Dus qua rit geef ik hem een 7,5. Ja, qua uitstraling vind ik het ook wel echt een dikke 9 hoor. Hele mooie schotjes. Mooi in de verlichting ook. Echt heel imposant. De turbopolitie zie je eigenlijk alleen maar in het zuiden, behalve voor deze kermis en voor Den Haag. Voor de rest komt deze polit eigenlijk bijna nooit boven de rivieren. Ja, en ik snap ook wel dat hij hier naartoe komt. Ik weet niet hoe het de andere dagen is afgelopen. Maar hij zit nu gewoon driekwart vol. Door die Infinity daarnaast het gewoon helemaal leeg staat. Dus qua verhouding doet deze molen best wel goed hier. Door het gangetje op naar het tweede plein. Ik moet zeggen dat ik de katapult maar wel een beetje weggedrukt vind. Autoscooter Route 66. De chaos hebben we al een hele lange tijd niet meer gezien.
Maar hier staat hij dan in Purmerend. Zowel de mooiste en de best draaiende aftermurder die wij hebben hier in Nederland. Oké, er zijn er maar twee, dus dan is de keuze al snel gemaakt. Hij heeft overigens een restart gehad. Ik bedoel, deze mast die was al wit, die klepel bedoel ik. Maar nu zijn ook daar bij de grommels. Dat is nu ook wit geworden met led. Ziet er mooi uit. De armen overigens zelf, die zijn nog niet in de ledverlichting, dat komt toch wel. Mooie zaak, draait heerlijk overigens. De Hero City XXL, want kijk eens wat heeft hij een mega grote uitbreiding hier vooraan zeg. Al vier rijen breed ook hè, vier rijen. Zo, er is ook een goede vlammenwerper ook aanwezig. Kleine kinderen beginnen vroeg zeg met spuiten. Zo wat hebben die lopen spuiten zeg. Zo, met massas dat het eruit komt hoor. De spuitbussen. Wel opvallend is dat gewoon deze hele gang
gewoon geen spelkraam heeft. Dus alles zit aan deze kant. En als het was hier dus om het hoekje, zitten twee spelkramen. Ja, en dat zit eigenlijk. Wel een beetje opmerkelijk. De Booster Max van de Boer staat hier ook. En helaas kan ik niet echt een mooi shot voor jullie maken. Want er staat een boom voor. Nou, dan staat daar achter in het hoekje nog een beetje weggedrukt. Een grijpkraampie. Staat hier nog de Supermouse achtbaan die het gewoon niet druk heeft. Eveneens als de Tornado. Ja, dit plein is toch niet zo druk als dat andere plein. Dit plein ligt ook niet echt gelegen in het centrum meer. Het is meer de buiten. Dus het is wel merkbaar rustiger. Je mag wel oppassen dat je geen boete krijgt. Stoplicht staat midden in de achtbaan. Ja mensen, dat was de kermis hier in Purmerend. Erg mooie kermis. De opstelling was op sommige plekken dat je denkt van, nee, niet zo. Vooral daarachter bij de booster en bij de chaos dat er maar twee spelkramen stonden en dat de rest gewoon helemaal leeg was. De Infinity, ja, gewoon echt een top attractie. De attractie review, nou ja, uitstraling, dikke 9, de rit dan een 7,5. Eindcijfer, dikke 8,5 waard nog, we ronden het af naar boven. Dus dat was de kermis hier in Purmerend. Ik zie jullie graag bij de volgende review. Mensen, tot dan!